Ja, mensen, goeiedag. Ik heb hier even een officieel bericht vanuit de SOSEC-operatie. Mijn feest van 18 maart zou helaas geen doorgang vinden. De gemeente Groningen heeft in samenwerking met de politie Groningen een besluit genomen om wegens veiligheidsredenen mijn feest af te lassen. Mensen, ik heb alles volgens het boekje gedaan. Ik heb tijd erin gestoken. Ik heb energie erin gestoken. Ik heb geld erin gestoken. Ik sta machteloos. Maar, ja. Ben ik boos? Nee. Ben ik teleurgesteld? De overheid? Ja. Ik ben weer teleurgesteld. Ik heb mijn straf uitgezeten. Ik wilde iets positiefs neerzetten in deze stad. Ja, ik heb daar mijn best voor gedaan. En als je ergens je best voor doet en je wordt zo neergesabeld door een stelletje bureaucraten die van harte welkom hadden geweest op mijn feest. Ja, dan ben je wel een beetje teleurgesteld. Maar ja, goed. Ik ga niet bij de pakken neer zitten. Fuck die tijd. Fuck die energie. Fuck die geld. We gaan weer ons richten op positieve dingen. Bo. Gaan mijn kinderfeestje nog wel door? Jouw kinderfeestje? Ja, tuurlijk gaat jouw kinderfeestje door. We gaan ons dus weer richten op positieve dingen. We gaan ons richten op Bo's kinderfeestje. We gaan zwemmen. McDonald's. Is dat een goeie? Ja. Ik wou nog wel even erbij gezegd hebben. Mensen die alvast een kaart besteld hadden of een tafel gereserveerd. Ik heb dat gezien. Die krijgen zo snel mogelijk hun geld terug. Ik ga ook geen sorry zeggen, want dit zijn omstandigheden waar ik weinig aan kan doen. Nogmaals, ik heb alles volgens het boekje gedaan en ik word nu gewoon dwars gezeten. Had ik hier rekening mee gehouden? Ja, een beetje wel. Maar ja, op het moment dat alles draaide en dat je toch je artiest geboekt hebt, je flyer eruit en de promotie begint. Ja, en als ze dan op dat moment komen met zo'n dooddoener, ja, dat doet wel even, zeer. Maar ja, goed. Ik ga je verder ook weinig over zeggen. We gaan gewoon door met positieve dingen, mensen. Er komen nog genoeg dingen aan dit jaar. Ik heb er nog steeds heel veel zin in. En je weet het, alles kan kapot, behalve ik. Ja, hoor je dat, jongens? Ik weet dat jullie ook kijken daar bij de gemeente en bij de politie. Bedankt jongens. Hey, tot de volgende. Oes!